67 studenten van de COVAP zijn vandaag afgestudeerd en hebben hun diploma in ontvangst genomen. 40 van de studenten zijn van de vierjarige mbo-opleiding verpleegkunde, terwijl 27 van de driejarige opleiding ziekenverzorging. De diploma-uitreiking gebeurde op feestelijke wijze. Tijdens de toespraken drukte onderwijsmanager van de basisopleidingen, Winamba Bamuye, de pasgeslaagden op het hart om vooral een professionele en deskundige houding aan te nemen als zorgverlener. Voorzitter Grace Lakin van het stichtingsbestuur is bijzonder trots op haar studenten. Stelt u zich als een beroepsbeoefenaar die zich als een professional die op verantwoorde manier zorg kunt bieden. Professioneel opstellen houdt in de durf hebben om collega's aan te spreken bij eventuele fouten. Belangrijk is wel hoe u de persoon aanspreekt. Niet ervan uitgaan dat u de verantwoordelijke bent en dus mag handelen hoe u wilt. Rekening houden dat u in teamverband zult werken. Verder werken binnen de grenzen, zoals dat u is aangeleerd gedurende de opleiding. U heeft als student inzet en doorzettingsvermogen aan de dag gelegd om deze mijlpaal te bereiken. En vandaag mag u vol trots zeggen, ik heb het tot een goed eind gebracht. In het proces van 4 jaar voor de verpleegkundige en 3 jaar voor de ziekenverzorgende bent u begeleid door de onderwijsmanager, het docententeam en het ondersteunend personeel. Ook de bijdrage en ondersteuning van uw geliefde familie heeft ongetwijfeld bijgedragen tot wie u vandaag bent. Waarnemend hoofd van de inspectie, verplegende en verzorgende beroepen, Caroline de Baas, zij vroeg de zorgverleners vooral te letten op de hygiëne in de zorgsector. Wij vragen u vanuit het ministerie van Volksgezondheid om als ambassadeurs op te treden binnen de instellingen. Daarmee bedoel ik te zeggen dat u uw werk naar behoren gaat blijven doen, precies zoals u het hebt geleerd, precies zoals u uw examen hebt afgelegd, precies zoals u die werkwijze in de uitvoering hebt gebracht binnen uw stages om aan uw stageopdrachten of aan uw vaardigheden te komen. Precies zo moet u te werk gaan. Neemt u AUB de positieve dingen over, maar neemt u geen negatieve zaken over. We zijn gauw geneigd negatieve dingen over te nemen. Er moet een kolf ergens verwisseld worden. Je hebt geen tijd om een bakje af te nemen. Je houdt gewoon die kolf in je hand met een watertoever aan de andere kant. Je longen naar een patiënt en dan ga je verwisselen. Op dat moment gaat je mobiel over en je neemt hem ook nog op. Caroline Baas, waarnemend hoofd van de inspectie, verplegende en verzorgende beroepen, vandaag bij de diploma-uitreiking aan 67 studenten die zijn afgestudeerd van de COVAP.